moet je wat een stekker aanzetten. Ja, deze waarschijnlijk. Nee. Nou, hier zit de proviant in, een deel, en dat is wat gedroogde worst, vlees, nou, cake, koeken. Voor hoeveel dagen? Dat is voor 2 weken ongeveer. Ja, het moet houdbaar zijn en het moet voldoende zijn. We zijn maar 12 mensen aan boord en die eten voor ongeveer 20. Dus er moet wel heel veel aan boord gebracht worden. Deze reis, waarom is die zo speciaal voor dit schip, de Kogge, historisch gezien? Omdat ze in de middeleeuwen dit ook elke jaar deden. Elk jaar dan gingen de Kogges, als ze naar de Oostzee gingen, dus om het land van Denemarken heen naar de Oostzee en terug. Even een tip geven over die acculaders, weet je wel, die hier zitten. Ik heb mij weer even verstopt in het paradijs. De motor. In mijn paradijs. Ja, die hoort er eigenlijk niet in, hè? Eigenlijk niet, maar tegenwoordig, je kan niet meer zonder. Je mag geen brug en geen sluis meer door zonder motoren. Dat in eerste plaats. En daar komt bij dat je op uitnodiging naar een bepaalde haven toe gaat. In dit geval wordt het Lübeck. Jullie gaan naar Lübeck, Hansestad. Jullie gaan je daar presenteren, maar ook met het doel om een beetje promotie te maken voor de Hanzedagen die volgend jaar naar Kampen komen. Ja, dat was ook mede het idee voor dit initiatief. Burgemeester Zwaardenzuid geeft ons een brief mee voor het stadhuis in Lübeck om ze uit te nodigen om de groeten over te brengen en ze uit te nodigen om in 2017 naar Kampen te komen.